Hallo. Hallo allemaal. Mijn naam is Mandy. Dit klinkt echt als een voorstelvideo, maar vandaag heb ik een shoplog voor jullie. Ja, ik heb de afgelopen tijd wat dingetjes geshopt. Dus over een wat langere periode. Zomer, iets ervoor, nu. Nou, helemaal leuk. Het zijn accessoires. Er zit nog een instrument bij. Schoenen, bikinis, badpak, shirtjes, van alles wat. Sieraden, dat ook nog. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik ze allemaal heb geshopt. Met aanbeelden erbij, prijs in beeld, winkels. Nou, allemaal handig voor jullie natuurlijk. Laten we snel beginnen. Als allereerste is het shirtje wat ik hier zelf aan heb. Nou, hartstikke leuk. Dit shirtje komt van de Hollister. En dat is wel een wat duurdere winkel. Eerst stond er ook dat hij 40 euro was. Toen dacht ik wel van, oké. Toen stond er dat hij sale had. 35 euro. Toen dacht ik, oké, ja. Hij is wel echt leuk, dus ik koop hem maar. Ik kom bij de kassa, ik denk, nou ja, 35 euro. En ineens zegt die meneer, dit wordt dan 15 euro. Ik stond echt zo, oké, betalen, snel wegwezen, ik zeg er niks van. Helemaal prima. En toen had ik hem voor 15 euro. Nou, ik was heel erg blij mee. Het is een keertje wat anders. Een blouseje met een soort van bloemetjes, knoopje, strikje erbij. Ik vind het helemaal leuk. Dan heb ik een totaal ander soort shirtje van de Bershka. Ik heb nog niet zo heel veel echt witte shirtjes in mijn kast hangen. En ik zag deze hangen. Ik vond hem wel grappig, want dat kan je wel gewoon leuk combineren. Er staat wel dan weer iets op. Maar ik vond het wel kunstzinnig-achtig. Ik vond het wel wat leuks hebben. Dan is het een jurkje. Hij is wel wat moeilijk te laten zien. Maar misschien heb je hem al voorbij zien komen op wat Insta-foto's van mij. En deze kocht ik ook in de sale bij de Vero Moda. En dit is een soort van wrapje. Dress. Volgens mij noem je dat zo. Dan kan je hem zo omslaan. Hij kan zo open omslaan. Touwtje eromheen. Superleuk. Lekker zwierig. Lekker zomers. Oké, ik had hem meegenomen op vakantie. Was hij wel iets te warm. Maar voor thuis was het echt heerlijk. En om het wat te breken heb ik er ook nog een riempje bij gekocht. Dit riempje heeft een soort van twee kanten. Hij kan zo aan twee kanten los. En dan kan je hem gewoon om je middel doen. En dan heb je een soort dubbele riem, lijkt het wel. Ja, ik vond het heel erg schattig staan. Beetje stoer eigenlijk ook. Cowboy-achtig western. Dan heb ik een gestreept shirtje van de Pool & Bear. Want gestreepte shirtjes kunnen nooit kwaad. Nou, wat kan ik hier eigenlijk meer over vertellen? Een beetje mosterdgeel erin. Blauw. Ik hou van blauw. Ja, dat is wel een beetje mijn kleurtje eigenlijk. Ik zie je ook alweer in dit. Ik heb best wel veel blauwe kleding dus. Maar dit gestreepte shirtje. Hij is niet echt heel erg cropped. Maar is ook niet heel erg lang. Het is gewoon prima dingetje die je ook gewoon makkelijk in je broek kunt doen. En dan heb ik nog een andere gestreepte van de Pool & Bear. Deze is ook weer met streepjes dus. Alleen deze is wel net ietsje korter. Maar als je er gewoon een high-waisted broek bij doet, dan zie je je buik helemaal niet. Want daar hou ik ook niet zo van. En dan kan je hem gewoon leuk combineren. Gewoon lekker fris, lekker wit met blauw erbij. Ik hou ervan. Wel grappig, want dit is weer echt zo totaal anders dan wat ik nu aan heb. Ik hou van verschillende dingen. Nou, als je op vakantie gaat, ga je meestal ook zwemmen. En als je gaat zwemmen, doe je dat meestal niet naakt. Ik in ieder geval niet. Dus ik wilde heel graag een badpak. Want ik had best wel wat oude bikinis. En ik dacht, nou, ik wil een keertje iets nieuws. En ik vond een badpak eigenlijk wel gewoon prettig. En toen kwam ik deze tegen. Weer met streepjes. Dit keer wel horizontaal. Zwart-wit-achtig. Of is het donkerblauw? Het zit tussen het zwart en het donkerblauw in. Maar dit is dus een badpak. En ik heb deze heel erg veel gebruikt op mijn vakantie. Het ziet er ook mooi uit. Maar ik vond hem echt heel erg fijn zitten. Hij ziet er ook gewoon leuk uit. En hartstikke chill. Oh ja, wat ik ook wel fijn zit. Er zit een soort van die pads in. Dat je niet gelijk je tepel ziet. Ja. Kleine detail. En natuurlijk is het ook wel handig om een bikini topje gewoon als extra erbij te hebben. Want ik had nog wel een broekje. Maar een bikini topje die had ik nog wel nodig. En toen kwam ik deze gele tegen. Geel vind ik ook wel een hele leuke kleur. En ja, er zitten hier gewoon wat franjetjes onderaan. Het zijn gekruiste bandjes, maar je kan ze ook loshalen. Dan kan je ze gewoon recht doen, wat je zelf liever hebt. En oké, dit valt gewoon ook al af. Ik dacht, dat is handig. Niet dus. Maar vond ik wel een schattig topje. Dan was ik nog op zoek naar nieuwe schoenen. En ja, ik vind het best wel lastig om nieuwe schoenen te kopen. Want ik weet nooit zo goed wat ik wil. Dat weet ik sowieso nooit in het leven, maar het maakt niet uit, hè. Ja, ik wilde een soort sneakers. Wel graag wit, want dat past overal bij. Maar ik heb nu Vans. En dat stofje van Vans is best wel lastig schoon te maken. Dus dat vond ik heel erg jammer. Want die zijn nu een beetje aan het verkleuren. Ik ben wel een persoon die netjes is met zijn kleding en met zijn schoenen. Dus bij mij is het nog best wel lang geduurd voordat ze echt gelig werden. Maar toen kwam ik op internet schoenen tegen. En ik dacht,
Ze kunnen of heel lelijk staan als een klomp aan je voet, of ze kunnen heel erg leuk zijn. Toen ben ik afgelopen week met Kiki naar Rotterdam geweest. Daar hadden ze allemaal schoenenwinkels op de hoek naast elkaar. Nou, de ene winkel in, uit, hadden ze niet. Toen kwamen we in een winkel, daar hadden ze ze wel. Toen zag ik ze staan, dacht ik, oh, oké. Maar ik dacht, ik ga ze gewoon passen, want je weet het maar nooit. Dus ik kwam deze schoenen tegen. En ik hou er niet zo van, ja, bijvoorbeeld van die Villa schoenen, die heeft iedereen nu. En ik vind het dan altijd leuk om net iets anders te hebben. Nou ja, ik kwam dus deze tegen. Deze zijn van Puma en ze zijn wit crème kleurachtig. En ik vond die onderkant ook wel heel erg leuk met deze verschillende kleurtjes. En met een ja, soort rare laag of zo. En ik vind ze ook heel erg lekker lopen, want ze lopen zacht van binnen. Je voelt niet dat je echt op de grond loopt, zeg maar, omdat het best wel een dikke zool is. En zitten lekker, past overal bij. Dus ik ben hier wel heel erg blij mee. Was wel duur, maar dat zijn schoenen helaas. Dan heb ik iets waar ik heel erg enthousiast over was. En dit is totaal geen kleding. Oké, je ziet het al. Ik heb een ukulele gekocht. Ukulele, hoe je het ook wil uitspreken. Ik heb vroeger heel erg lang dwarsfluit gespeeld. Dus ik was wel een soort van muzikaal. Ook al heb ik totaal geen ritmegevoel en ik dans toch. Maar goed, ik zag het vaker voorbij komen en ik dacht, ik wil het ook leren. Lijkt me gewoon zo erg leuk. Toen kwam ik deze tegen. Ik vond deze heel schattig met zo'n schelpje in het midden. Hij was niet heel erg duur. Want ja, stel het is toch niks, dan is het weggegooid geld. Dus ik vond het wel een prima prijsje. Zag er leuk uit. Ik dacht, leuk om mee te beginnen. Dus ik ben nu bezig met wat liedjes aan het leren. En dat was wel gewoon heel erg leuk om te doen. Even tussendoor. Gewoon pak je even snel die ukulele en ga je even spelen. Nou, oké, ik ga even wat proberen, oké? Ik moet nog eventjes goed akkoorden leren en wisselen met mijn vingers. Maar oefening baart kunst, zeg ze toch? Afgelopen tijd was in Nederland ook heel erg lekker weer. Nou ja, zonnetje. Wat hebben we dan nodig? Een zonnebril. Mijn oude zonnebril was een beetje bekrast en die zat een beetje te los op mijn hoofd. Dus ik dacht, een extra zonnebril kan nooit kwaad. Nou, zonnebrillen vind ik altijd best wel moeilijk te vinden. Wat zat er nou goed op je hoofd? En toen kwam ik deze tegen. Nou, ik weet niet of het goed op mijn hoofd zat, maar ik vond hem wel lekker zitten. En ja, die heb ik gevonden bij de Mango. Hij weerspiegelt ook wel. Ik weet niet of dat leuk is of niet leuk. Maar het was een keertje wat anders. Dus deze zonnebril. Alleen, omdat dit best wel glazen zijn die denk ik snel bekrassen, dacht ik, ik heb ook een hoesje nodig. Waar vind je snel een hoesje voordat je op vakantie gaat? Natuurlijk, de Action. Dus kocht ik dit hoesje voor 1 euro bij de Action. Hij is wel echt lelijk, want het is eigenlijk gewoon een brillenkoker voor oudere mensen misschien. Ik weet niet. Het is niet heel fancy, maar ja, boeien. Als mijn zonnebril beschermt, is het alleen maar goed, toch? En je zou het dus misschien niet zien aan mijn huidskleur, want ik word nooit bruin. Maar ik ben toch echt op vakantie geweest. En de vakantievlogs komen eraan. Maar mijn SD-kaartje was kapot gegaan. En allemaal gedoe. Maar ik heb de beelden terug, dus de vlogs komen eraan. Hartstikke leuk. En daar heb ik ook nog een paar dingetjes geshopt. Namelijk, sieraden. Maar er niet. Dit ringensetje. Met een bloemetjesring. En 2 andere dezelfde. En we waren dus op Sicilië. En daar had je ook een hele grote vulkaan. De Etna. Misschien ken je die wel. En daar hadden ze dus ook allemaal soort van vulkaanachtige souvenirtjes. Met soort van vulkaansteen erin. Dus kocht ik dit armbandje. Een beetje zo'n oude stijl of zo. En hier zitten allemaal vulkaanstenen in. Er lopen daar ook altijd allemaal van die mannetjes met van die goedkope sieraden. En mijn andere enkelbandje was daar verroest. Dus ik dacht, ik koop een nieuw enkelbandje. Enkelbandje, dat kwam heel raar uit. Maar deze heeft witte kraaltjes en een soort van gedraaid spiraaltje dingetje. Dus die vond ik wel erg leuk. Als nieuw enkelbandje.
En dan waren dit nu alle spulletjes die ik heb geshopt. Laat me eventjes weten wat jij het leukst vond uit mijn shoplog. Laat even een leuke reactie achter. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En zou ik zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei!